De Lightroom Catalogus verplaatsen naar een externe harde schijf. Dat klinkt heel erg ingewikkeld en misschien ook wel een beetje eng, want je weet, de Lightroom Catalogus is het bestand waar al jouw bewerkingen in opgeslagen zijn. Ik ga je in deze tutorial laten zien hoe je dat het beste kunt doen en je gaat merken, het is uiteindelijk niet zo heel erg moeilijk. Ik neem je mee naar mijn scherm, zodat je kunt meekijken. Ik zit hier in Lightroom en ik heb hier een catalogus geopend en als eerst is het natuurlijk belangrijk om te weten waar jouw catalogus opgeslagen staat. In dit geval staat mijn catalogus op mijn interne harde schijf van mijn computer en mocht je de locatie niet kunnen vinden, het beste om de locatie te vinden is om naar bewerken te gaan, naar catalogusinstelling en daar is ook een sneltoets voor, Ctrl Alt en voor Mac-gebruikers is dat Command, Option, Comma. Dan kom je in dit scherm terecht. En dit scherm laat precies zien waar de locatie is. In principe is dat de map Pictures, of mocht je Windows in, of de, de, je Mac in het Nederlands ingesteld hebben, de map Afbeeldingen. Nou, de makkelijkste manier om daar te geraken is door hier te klikken op Tonen. Dan wordt in dit geval de Windows-verkenner geopend. En vind je hier een mapje catalogs? Als ik deze open, vind ik hier vervolgens meerdere catalogs terug, want ik heb er meerdere. En als ik heel even in Lightroom speak, dan kan ik hier precies zien wat de naam is van de catalog. Dus in dit geval is dat Lightroom Classic 2021 de -roy -fotografie -cat. Als ik dan terugkeer, dan vind ik dat bestand. Hier, het gaat dus om dit bestand. En je ziet in dit geval, het is ook gelokt. En dat betekent dat het uh, bestand, de catalogus, geopend is. Dus dit is een soort van beveiliging, deze twee bestandjes. En dat betekent ook dat we nu dit bestand niet kunnen aanpassen of verplaatsen omdat de catalogus geopend is. Op zich logisch. Uh, dus wat we als eerst moeten doen is de catalogus afsluiten. Het belangrijkste is dus dit bestand. Dit bestand kun je simpelweg kopiëren en plakken op een externe harde schijf of op een andere interne harde schijf of op een USB-stick wat je ook maar wilt. Bij dit bestand horen nog een paar mapjes en dat gaat in dit geval om deze mapjes. Die hebben dezelfde naam alleen hebben ze een toevoeging Helper, Previews en Sync. Als je deze drie mappen niet mee kopieert is het in principe niet erg. Uh, het enige wat dan gebeurt is wanneer jij de catalogus weer opstart vanaf je nou, externe harde schijf. Dan zal, uh, zullen de previews weer ingeladen moeten worden. En de previews, dat is simpelweg alle kleine miniaturen die je hier ziet staan. Soms krijg je wel eens het laden-icoontje te zien. Nou, dan gaat hij de foto verder inladen. En dat zijn allemaal hele kleine bestandjes die opgeslagen worden in deze map. Dus de previews.lr data. En je ziet ook als ik de muis erop houd, de grootte van deze map is 1,27 gigabyte. Dus dat kan behoorlijk oplopen. Dus dat is een best grote map met allemaal previews. Als je die kwijt bent is dat niet erg. Het enige verschil is dat als jij dan weer een foto wilt openen en in een hogere kwaliteit wilt gaan bekijken, dat je misschien even het laden icoontje ziet en dat er dus een kleine vertraging is. Wil je dat voorkomen? Dan moet je natuurlijk deze mappen mee. Kopiëren. Dus dan moet je deze, deze en deze en uiteindelijk dit bestand hebben, dus uiteindelijk selecteer je er vier. Die kopieer je en die plak je dan op een externe harde schijf. Nou, laten we dat heel even doen om te kijken hoe dat precies in zijn werking gaat. Als eerst sluit ik Lightroom heel even af, want zoals gezegd, je kan een bestand niet verplaatsen als het geopend is. Je ziet ook dat die twee bestandjes die er stonden, waaronder dat .Lock bestand, opeens verdwenen zijn. En wat ik nu kan doen is, ik kan dit bestand selecteren en ik hou de controltoets toets ingedrukt zodat ik deze ook kan meenemen. En die kopieer ik allemaal. Rechte muisknop, kopiëren. En ik ga naar mijn, naar mijn externe harde schijf. Dat is deze in dit geval, de D-schijf. Um, hier wil ik het even in een duidelijke plek opslaan. Dus ik ga een mapje aanmaken met de naam Lightroom Catalogus. Die open ik. Vervolgens klik ik op de rechtermuisknop. Klik ik op plakken. En nu wordt alles gekopieerd. Nou, dat is bij elkaar uh, 2 gigabyte. Dus dat duurt heel even. Mijn catalogus is ongeveer 1 gigabyte. En zoals je net kon zien, alle previews, dat hele mapje, er was ook 1,2 gigabyte. Dus een behoorlijk aantal uh, bestandjes wat gekopieerd moet worden. Dus dat duurt heel even. Inmiddels is alles overgezet en je ziet dat hij het sync mapje niet heeft meegenomen. Op zich is dat ook niet erg, dat mapje was in mijn situatie ook leeg en dat heeft ermee te maken dat ik geen gegevens synchroniseer met de cloud en met mijn mobiele versie. Dus we missen niks belangrijks en nogmaals het gaat uiteindelijk om dit bestand. Dus zelfs als je dit mapje en dit mapje niet meeneemt, uh, kun je alleen deze verplaatsen of kopiëren en plakken op een nieuwe locatie en dan is dat al voldoende. Nou dan is het nog wel belangrijk op het moment dat ik mijn Lightroom open. En ik zoek uh, onderin op Lightroom of ik klik op het icoontje op mijn desktop. Dan staat mijn Lightroom standaard ingesteld dat hij de laatst geopende catalogus moet openen. En dat is dus de catalogus die op mijn interne harde schijf staat. Nou die wil ik juist niet openen. Die wil ik uh, eigenlijk nadat ik het verplaatst heb is hij onnodig. Dus dat betekent als ik hier nu naar afbeeldingen ga. En vervolgens ga ik hier naar Lightroom. En naar catalogs eigenlijk betekent het dat ik dit bestand en deze drie mapjes die zou ik kunnen verwijderen. Allereerst mijn advies is: probeer de catalogus wel even te openen vanaf de nieuwe locatie, want mocht er opeens iets mis mee zijn, ja dan heb je altijd nog je catalogus op je intern harde schijf waar je op terug kunt vallen. Dus ik ga je naar mijn externe harde schijf. Lightroom catalogus. Dus dit is de catalogus die we zojuist geplakt hebben. En dan open ik de catalogus vanaf mijn externe harde schijf. Dus als ik hier dubbel op klik, wordt Lightroom geopend. En dan wordt hij ook direct geopend vanaf mijn externe harde schijf. En dan weet ik zeker dat ik de juiste catalogus aan het openen ben. En dat is eigenlijk alles wat je moet doen. Dus nu staat de Lightroom catalogus op een externe harde schijf. We hebben het geopend vanaf de externe harde schijf. En vanaf hier kun je in principe gewoon verder. Nou, mocht je dit soort tips handig vinden en mocht je hier wat aan gehad hebben, laat het even onder de video weten. Vergeet je ook niet te abonneren op ons YouTube-kanaal. Binnenkort verschijnen er nog veel meer leuke en interessante video's over Lightroom, fotobewerking en fotografie. Dus volg ons en tot de volgende video.